Wij zijn Anne en Puss van CookTV. Vandaag gaan wij iets heel leuks doen. We gaan Melissa namelijk verrassen en we hebben zoals je ziet een klein pakketje bij ons. Ja, Melissa houdt namelijk van vloggen en om daar een klein beetje op in te spelen hebben wij haar idool. Wij gaan dus Melissa verrassen en dan later kom jij pas. Maar het duurt nog even, dus als jij dan even lekker koffie gaat drinken, bellen wij je als je weer moet komen. Wat heel veel YouTubers doen is natuurlijk unboxing. En hoe leuk is het als je ons kan unboxen? Melissa is een vlogster. Ze maakt haar eigen filmpjes, staat ook op YouTube. En wij willen eigenlijk wel leren hoe dat moet. Want de vorige keer zag je dat wij er nog niet zo heel erg top in waren. Ja, als je een vlogger bent, dan moet je echt naar de sportschool. Dan krijg je echt een lamme arm. En misschien dat Melissa ons tips kan geven. Ik denk dat ik erin pas hoor. Laten we gewoon opzetten, unbox me. Til me naar binnen. Tilburg me naar binnen. Unbox. Dat is geen M. Nee, heel benieuwd. Ik vind het nu tijd om Melissa te gaan verrassen. Fuck! Ik kan het. Lijkt ook een beetje op een horrorfilm dit. Oh my god, Anne is naar binnen getild. Ik heb ook gewoon gatjes. Ik ben niet op. Oh my god, ik zit weer binnen. Mag niet uit, mag ook op mijn is. Ja! Kan je me even helpen? Ik kan echt. Hallo! Zijn Puk en Anne van CookTV. We hebben gehoord dat jij een vet goede vlogger bent. Ik doe mijn best. En wij zijn hier vandaag om, ja, jij gaat ons eigenlijk een beetje helpen. Want wij zijn echt slecht in vloggen. Dus we hopen eigenlijk dat jij een beetje ons kan helpen. Ja. Nou Melissa, dat was nog eens een welkom, hè? Ja, heel verrassend. Ja, had je het niet verwacht? Nee. Gelukkig. We worden er goed in. Maar we zijn natuurlijk hier niet voor niks. Want buiten dat wij nog niet zoveel bakken van het vloggen, hebben we ook een hele leuke verrassing voor je. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst een hele hoop leuke dingen tezamen doen. En ik zie dat je hier al een grote derde arm hebt. Het is mijn camera. Hier maak ik vooral video's thuis mee. Studio. Het is een onverbouwd tuinhuis, maar ik noem het een studio. Wow. Kun je dat ons laten zien? Ja, dat kan. Wat we gaan doen, jij wil natuurlijk een vlog maken voor op je eigen kanaal. En jij gaat ons leren hoe dat moet. Als eerst zet ik stoelen neer. Ga gaan zitten. Ja. Ah, dit is een ringlamp. De derde stap ga ik dus zitten en dan kijk ik of ik alles op beeld is en dan ga ik beginnen. Hallo, ik ben Miss Melis. Ik heb vandaag weer een nieuwe video voor jullie en ik ben hier met... Miss Anne. En... Miss Puk. Neem ik gelijk het einde ook al op, omdat je bij sketches zei. Je moet je aankleden, uitkleden. Oh mijn god, ik ben kapot. Nou, dit was echt geweldig. Oh, maar echt, die oesters zou ik nooit meer eten. Puk maar blijven kotsen. Ja, en die man die ineens binnenkwam. We zijn op stelt, heb je nog nooit gezien. Maar jij met die pepers. Oh, heftig. Vond je deze video nou leuk? Like, reageer en dan zie ik jullie de volgende keer. Doei. Bye. Nou, zo gaat dat dus jongens als je een vlog maakt. En krijg je dan ook veel reacties van je kijkers? Niet heel veel. Ik heb wel eens een paar reacties op DM. En ook wel eens negatief? Ik heb 1 of 2 negatieve reacties gehad. Ja, het boeide me niet zoveel eigenlijk. Maar ik vind dat wel heel goed van je, dat je dan gewoon door blijft gaan. Ik vind het echt stoer van je hoor. Ja. Oké, we gaan een challenge doen. Het heet de Cotton Challenge. De cottonballs komen op dit bordje hier. En je moet proberen zoveel mogelijk balletjes op je hoofd zien te krijgen. En daarna moet je gaan raden, terwijl je geblinddoekt bent, hoeveel balletjes op jouw hoofd liggen. We gaan het alle 3 doen en degene die het dichtst bij is, heeft gewonnen. 3, 2, 1, go! Ja. Mag ik wel zo voelen? Nee, niet voelen. Ik voel ook niks. Ik ga verliezen, ik voel het aan mijn water. 9. Schatten! Anne, je moet dat bord wel recht houden op je hoofd. 3, 2, 1, 5. Oh my god. Sneller, sneller. Emotionele stem. Ga door. Oh, je hebt nog 20 seconden. Ga door, ga door. 3,
2, 1. En stop. Hoeveel denk je dat er op je hoofd zitten? 3 of zo. Je mag je blinddoek afdoen. Verrassing. Hallo. Oh, je had het niet verwacht, nee. Hè? Superleuk. Ik kom jou vandaag hier helpen met je YouTube kanaal. Ik doe het natuurlijk al supergoed, maar ik dacht misschien kan ik je een handje helpen. Dit is wel echt een profi hoor. Misschien is het een leuk idee als we eerst even naar een video van jou gaan kijken. Dat ik even zie hoe jij het precies doet. Oké, we hebben hier dus je kanaal voor ons. Maar wat ik wel gelijk zie, opent heel vrolijk. Je zegt hallo allemaal. En sommige mensen die openen echt met hoi, leuk dat je kijkt. Je doet ook af en toe titels tussendoor. Dat is heel leuk, maar het is eigenlijk leuk als je even met zelf vertelt. Je hebt ook een intro. Ja. Oh, heel leuk. Wat ik ook goed vind om te zien, je kijkt heel goed in de camera. Ja, ik had eerst een camera die geen scherm had, dus dat deed ik dan sowieso. En toen kreeg ik het schermpje, het zat heel veel te kijken of ik er goed uitzag. Ja, dat doen wij altijd. Wij doen dat heel vaak. Ja, dat is echt een belangrijke tip, kijk nooit naar het schermpje. Maar ik denk dat ik nog heel weinig tips kan geven als ik dit zo zie, want je bent super leuk bezig. Misschien moeten we gewoon een hele toffe video samen gaan opnemen. Ja, ik denk het ook. Hoi allemaal, ik ben Miss Melis en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben hier met Thomas. Hoi. Dit is allemaal gebeurd dankzij de Coke Fris Chicks. Wij gaan vandaag de... Wat ging ik nog weer doen? Oh ja, geen ja, geen nee, geen challenge doen. Vind je het leuk dat ik hier ben? Ik vind het heel leuk dat je hier bent. Hoe voelde je toen ik voor je zat? Verbaasd. Was je verbaasd? Waarom was je verbaasd? Ik was verbaasd omdat ik het niet had verwacht. Oh, je bent echt heel goed in het spel. Hoe kan dat? Hoe lang doe je dit al? Nog 35 seconden. 35 seconden. Ja. En kan je dan... Zullen we iets erbij doen nu? Je mag ook geen... Je mag maar 3 seconden stil zijn. Geen ik. Geen ik. Vind je dat je kan zingen? Nee. Ook al zeggen andere mensen dat je wel kan zingen. Sommige mensen zeggen dat, maar dat geloof ik niet. Ik. Jij gelooft het niet. Omdat ik mezelf ik. Weet. Zeg eens ik. Dat gaat niet gebeuren. En waarom niet? Omdat ik... Melissa, wat wil jij later worden? Pleegster. Waarom wil je verpleegster worden? Ik doe de opleiding. Ik. Hoe is het in de liefde? Dramatisch. Je wil wel geen YouTuber worden? Zou het wel willen. Waarom zeg je dat je verpleegster wil worden? Die opleiding heb ik al gekozen. Hey, klaar! Oh, ik heb toch 3 uit weten te halen? Ja, het is wel overduidelijk dat jij hebt gewonnen. 3, 2, 1. We gaan de 2 Not To Laugh Challenge doen. Dat betekent dat wij tegen jullie gaan strijden. En als jullie gaan lachen, dan hebben wij een punt. Je krijgt tape op je hoofd. Chips is back. We are back in black. Hé, je lacht een beetje. Het lukt niet. Ik vind het ook wel leuk. Wow, je lijkt nu op die een van de Ninja Turtles. Oh, Jeff. Het is geel en het ruikt naar banaan. En het ligt op de grond. Apenkots. Stop. Oh, dit doet echt pijn, jongen. Nou, die staat erop. We hopen dat ze net door 1 deur hebben. Ja. Het is echt een hele leuke video geworden, toch? Ja, ik denk het ook. Hoe vond je dat, Melissa? Superleuk. Heb je er wat van opgestoken? Of? Ja, ik denk het wel. Ja. Thomas, thanks dat je to the rescue kwam. Ja. Jongens, als jullie dit nou leuk vonden, laat het even weten in de comments. Doe de duimen omhoog en zet ook even erin als je dan verrast wil worden. Want wie weet komen Ans en ik jou wel verrassen. En abonneren, hè? Abonneren. Abonneren. Bye.